theorie van gelijkvormige figuren nog eens overlopen. Je kan dat ook allemaal terugvinden in je handboek vanaf bladzijde 161 tot 163. Goed, wat zijn nu gelijkvormige figuren? Wel, heel simpel, dat zijn figuren die dezelfde vorm hebben, maar daarom niet noodzakelijk dezelfde grootte. Ze mogen dezelfde grootte hebben, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat ze dezelfde vorm hebben. Nu, wanneer spreken we nu van dezelfde vorm? Wel, dan gaan ze aan een aantal zaken moeten voldoen. In symbolen krijgen we figuur A, figuur B. Als die gelijkvormig zijn, dan gebruiken we dit symbooltje, zo'n platliggend slangetje, om aan te tonen dat die gelijkvormig zijn. Ja? Dus nog eens opnieuw, ze hebben dezelfde vorm, maar niet noodzakelijk dezelfde grootte. Nu, we moeten eerst een aantal begrippen goed duidelijk afspreken, zodat we allemaal dezelfde taal spreken. Overeenkomstige hoekpunten, dan ga ik het echt over de puntjes. Ja? Dat zijn meetkundige figuren. Ja? Met puntje A komt puntje E overeen op die figuur. En met puntje B komt dan puntje F overeen. Ja? Het zijn punten, dus gewoon in hoofdletter. De overeenkomstige hoeken, dan gaat het over de figuren zelf hier, ja? De grootte van die hoeken, dus dan gaan we een ander symbool moeten gebruiken. Dus hoek A en hoek E. En zo verder, en zo zijn er ook vier. En dan de overeenkomstige zijden. Wel, we hebben lijnstukje AB bijvoorbeeld. Een lijnstuk zetten we altijd tussen vierkante haakjes. En lijnstukje EF. Dus je gebruikt die overeenkomstige hoekpunten om overeenkomstige zijden op te gaan gebruiken. Wat is nu heel belangrijk bij gelijkvormige figuren, namelijk dat de overeenkomstige hoeken even groot zijn. Als je een figuur gaat vergroten of verkleinen, dan heeft dat geen invloed op die hoeken. Ja? Dus deze hoek hier, die hoek A, die gaat exact even groot zijn als die hoek E. Die figuren zijn zelf niet even groot, maar die hoeken wel. Ja? Dan kan je dat aanduiden met zo'n merktekentje. Ik mag niet te lang drukken, want anders komt het onmiddellijk. Ja? Deze hoek D, die zal even groot zijn als in hoek H. En zo verder. Dus de overeenkomstige hoeken zijn even groot. Soms gaan die figuren gedraaid staan of gespiegeld staan. En dan moet je dus gaan kijken welke punten of welke hoeken komen nu juist overeen. Dit hier is heel belangrijk. Als je een figuur gaat vergroten, ja, wel, dan gaan de verhoudingen van de overeenkomstige zijden even groot zijn. Ja? Dus dat wil zeggen, de verhouding, en dan krijgen we een breuk, bijvoorbeeld, met de lengte van zijde AB, komt zijde EF overeen. En dus de verhouding van AB op EF gaat even groot zijn als de verhouding van bijvoorbeeld zijde BC ten opzichte van FG. Of, welke hebben we nog? We hebben in die grootte ook DC ten opzichte van HG. En dan hebben we nog AD of DA ten opzichte van EH. Die verhoudingen van die overeenkomstige zijden die zullen altijd even groot zijn. En dat gaan we dan een speciale naam geven, namelijk de gelijkvormigheidsfactor. Ja? Zo'n gelijkvormigheidsfactor zegt eigenlijk gewoon hoeveel keer groter de ene zijde is ten opzichte van de andere overeenkomstige zijde. Ja? Dus als ik hier een gelijkvormigheidsfactor wil gaan opstellen, dan kunnen we van die figuur naar die figuur, dan gaan we verkleinen. Ja? Dan gaan we dus EF ten opzichte van AB. Ja? Of dezelfde gelijkvormigheidsfactor, die ga je ook kunnen terugvinden als je bijvoorbeeld FG gaat delen door BC. Het gaat altijd hetzelfde zijn. Het gaat iets duidelijker worden als we daar een paar getalletjes op gaan kleven. We hebben hier die driehoek ABC, die is gelijkvormig met die driehoek DEF. Ja. Hoe bereken je nu je gelijkvormigheidsfactor? Je pakt de lengte van het beeld, dat is waar je naartoe gaat, ten opzichte van de lengte van uw origineel
Ja, dat is waar dat je vandaan komt. Dus als we de gelijkvormigheidsfactor van driehoek ABC ten opzichte van DEF willen gaan opstellen, DEF is ons origineel en we gaan naar ABC, dat is ons beeld. Ja? Dus we gaan van die figuur naar die figuur. Dus we gaan vergroten. Ja? De lengte van het beeld is bijvoorbeeld 8 ten opzichte van het origineel 4. En we krijgen dus dat onze gelijkvormigheidsfactor 2 is. En dat klopt ook, hè, want we gaan inderdaad elke zijde maal 2 gaan doen. Als we het andersom gaan bekijken, de gelijkvormigheidsfactor van DEF ten opzichte van ABC, dan gaan we dus van die figuur, dat is mijn origineel, die in ABC, naar die figuur. Dat gaan we dan verkleinen. En dan krijg je dus van het beeld, dat is bijvoorbeeld 4, op van het origineel 8. En dan krijg je 1 tweede. Ja? Ik heb nu die getalletjes 8 en 4 gebruikt, maar ik had even goed die 1,5 en die 3 kunnen gebruiken, hè, want 1,5 is ook een helft van 3. Okay? Dus in gelijkvormige figuren vormen de overeenkomstige zijden een constante verhouding, namelijk de gelijkvormigheidsfactor. En dat gaan we heel veel nodig hebben tijdens de oefeningen.